Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste podcast over Formule 1 van Nederland. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd met Johan Voets. Hey hallo daar. En wij gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Mexico. Zou eens een keer tijd worden, Marjolein? Zou eens een keer tijd worden. Heb jij je Mexicaanse biertje erbij? Uh, ik heb hem paraat. Goed zo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. <laughs> Deze podcast komt waarschijnlijk zaterdagochtend online. Ja. Dus terwijl je lekker die croissantjes staat te bakken. Doen wij, een, Doen wij nog even een, Mexica corona. een Mexicaans Een Mexicaanse uh, pilspiertje. Precies. Nou, hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig. Hey, we zijn een dagje te laat. Ik kreeg gelijk een opmerking op de Twitters. Ja, ja, sorry daarvoor. Ja, sorry daarvoor. Ja. Nou, twee redenen. Eén, uh, <laughs> we waren een paar dagen weg. En uh, hadden geen podcastspullen bij ons. Maar hadden we nog steeds gewoon gisteren een podcast op kunnen nemen. Want we waren alweer thuis. Ja. Maar toen zei ik tegen jou: Ik zeg, weet je wat, laten we wachten tot vrijdag. Want er is zo weinig nieuws, Johan. En wat gebeurde er? Nou, echt, vandaag gebeurden de dingen. Loopt de moeten we het uit. even... Nee, yes. no, 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 no. Yes. Nou, 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 nou. Nou ja, goed. Ik wil niet in herhaling vallen. Maar we hebben natuurlijk al eerder gezegd dat um, het seizoen gewoon nergens meer om gaat. Het kabbelt. Het kabbelt. Ja. En dat wordt een beetje uh, ingevuld in de autosportpers door uh, kleine schandaaltjes. O, leuk. Uh, waar we het vandaag natuurlijk even over gaan hebben. Renault. De gemotoriseerde Evert Zandgoedskommen we je tevoorschijn. Onder andere, ja, moeten we het toch even over hebben. Zandvoort moeten we het ook even over hebben. Leuk. Dus ja, er spelen wel wat dingetjes, maar dat is eigenlijk allemaal gepiel in de marge. Want eigenlijk is het natuurlijk gewoon het weekend waarin Lewis Hamilton kampioen kan gaan worden. Nou. Dat is, daar maak je even een stelling. Je zit mij aan te kijken en je denkt... je neemt een loopje met het draaiboek, van nee. Lijn. Wat doe je? Niet. Nee, helemaal niet. <laughs> ik ben dat jij loopjes neemt met het draaiboek. Ja, dus dus <laughs> Ons draaiboek is eigenlijk meer een wandelgids... dan echt een draaiboek. Nee, nou, het is natuurlijk uh, niet alleen zo dat... Uh, ja, de titel kan Louis Hamilton bijna niet meer ontgaan. Maar het valt me ook op op Instagram. Ik zag uh, Valtteri Bottas, die zat lekker op de Seychelles. Ja, lekker te chillen op de Seychelles. Die zit ja. gewoon lekker op vakantie te zijn. Uh, ja. En daarna sloeg je heel agressief een piñata aan elkaar. Ja. ja, en spinnen die twee keer van de baan in de vrije trainingen vanavond. Ja, dus, uh, zo gaan die dingen. Hè? Ja, zo gaan die dingen. Bij nou, Mercedes hebben ze uh, natuurlijk uh, eigenlijk al van oudsher, ze ook bijna willen zeggen, zo lang doen ze al mee, uh, problemen in Mexico. Uh, dat heeft te maken met het hoogteverschil uh, en, de, en de warmte. Uh, dus Lewis Hamilton heeft ook al geroepen, het moet ten eerste heel, slecht gaan, uh, heel hard gaan onweren en slecht weer worden. Dan heb ik enigszins kans om... Uh, Uber mee te doen om de prijzen dit, dit weekend. Um, en daarnaast, inderdaad, de, de aanstaande kampioenstitel al dan niet. Ja, daarvan heeft hij ook gezegd, van, ja, dat lijkt me gewoon heel, uh, uh, heel hard, uh, heb ik heel hard zin dat het gaat lukken. En dat heeft alles te maken met de, de verschillende scenario's waar we mee te maken hebben. En, en dat zijn er nogal wat. Nou, wat Lewis Hamilton terecht zei, is: uh, noem mij één race afgelopen jaar waarin ik Valtteri Bottas met 14 punten verschil eruit heb gerezen. Nun. Uh, is dat zo? Nou, volgens mij niet. Heb je het gecheckt? Ja, nee. <laughs> Dit is weer echt zo'n podcast. Hè? Heerlijk, hè? Ja. Nee, uh, 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 volgens mij is het, hem, is het hem nog niet gelukt. Nee, ja, maar, maar nou ja, goed. Uh, het is natuurlijk ook een beetje veer in de reet van zijn teamgenoot. Ook? Ja, maar goed, uh, aan de andere kant, het is wel zo dat Bottas van, van de rest van het veld wel de scherpste is geweest richting. Hamilton. De afgelopen, ja, voor Greece won die. Dat zei Lewis trouwens ook terecht. Ja. Dus je moet hem zeker niet zomaar uitvlakken. Ik kon merken dat hij er zelf geen rekening mee houdt dat hij dit weekend kampioen wordt. Nee. Uh, het verschil moet natuurlijk ook wel uh, heel erg groot zijn. Uh, 14 punten zeg je al. Uh, ja, wat is dat in de praktijk? Dat betekent dat Hamilton sowieso moet winnen en dat Bottas bijvoorbeeld vierde of vijfde wordt. Ja. Dat zou natuurlijk nog kunnen. Nou, volgens mij is dat winnen en snelste ronde uit mijn hoofd. Ja, winnen en snelste ronde mag ja. Bottas vierde worden. Winnen en Bottas vijfde, dan is hij ook safe. Exact. Ja, dat zijn de... Dus dat zou uh, kunnen. En als Lewis Hamilton tweede wordt, dan moet Bottas achtste of negende worden. Als Lewis Hamilton een derde wordt, moet Bottas negen of tiende worden. En dan moet hij nog steeds wel inderdaad de snelste ronde erbij pakken. Dat is het verhaal. En uh, Bottas mag natuurlijk geen snelste rondes pakken, want dat zijn allemaal extra puntjes die die niet mag hebben. Oh. Met andere woorden, um, het klinkt als een, uh, re re een rekensom uit uh, wiskunde B ergens. Nee, nee, maar ik het... nee, toch? Ik denk het niet, nee. Nee, nee. Als ik net de vrije training ook even uh, zit te kijken uh, en ik analyseer hoeveel problemen ze met name in de, uh, of qua snelheid, maar ook in de longruns, uh, in de, long runs, uh, in de vri tweede vrije training hadden. Morgen zie je wat meer de race uh, longruns uh, tijdens de vrije training, dus dat zal wat meer in zich bieden. Uh, en de kwalificaties is dan natuurlijk wel een beetje een inkijkje geven. Misschien spelen ze heel goed het nu. Maar het verschil is wel behoorlijk in de vrije trainingen. Dus... Het is natuurlijk ook een circuit met echt een onwijs lang rechtstuk, eigenlijk twee hele lange rechtstukken. Um, ja, we zien gewoon natuurlijk dat de Frari's op die rechtstukken heel veel voordeel hebben. Ik zeg oh, 356 oh, km per uur op de speedtrap. Ja. Holy hell! Ja, al, al moet ik wel zeggen dat um, de eerste vrije training viel nog een beetje tegen was toch Hamilton uiteindelijk de snelste. Wat wel leuk was is dat ze allemaal ongeveer binnen twee tienden van elkaar. De top drie zat binnen twee tienden. Ja, en één tiende zelfs. Ja. Ja, ja, 1,5. Ja, ik nog wel Maar ja. uh, even kijken, Charles Leclerc tweede. Ja. En Max Stappen derde. Klopt. Uh, maar de tweede vrije training zag het toch allemaal weer wat anders uit. Uh, had ineens Vettel op kop. Max wel weer mooi tweede. Ja, want je zag vraag ik hoorde de simulatie of de de de, de kwalificatiesimulatie aan. En dat was uh, goed merkbaar in de, in de rondetijden die ineens uh, omhoog sprongen. Uh, lange tijd stonden Max en, uh, en Vettel uh, natuurlijk uh, gelijk qua tijd. Echt uh, 0,0001 en 2 samen. Uh, op dat moment gooide Leclerc een rondje uit en uh, uh, bracht hij dat gat in één keer naar uh, 14e. Uh, en vervolgens ging daar uh, Vettel nog eens een keer 14e overheen. Dus met andere woorden, bij vragen gooiden ze even alle, alle registers open op de zachtere band, de softband. En daarna hebben we eigenlijk heel lang zitten kijken naar allerlei simulaties op de mediumbanden. Die, uh, wat viel me wel op, bijna twee seconden langzamer waren bij de topteams uh, ten opzichte van de softband. Dus dat is qua strategie nogal interessant voor, uh, voor uh, zondag in de race. Ik heb nog even de feitjes uh, gecheckt. Feitjes.nl. Ja. Ja, ja, is... Jij bent data driven van deze podcast. Ik, ben... vaak, ja. Ja, ik word er steeds niet voor gesponsord, maar ik ben het wel. <laughs> uh, het is één keer voorgekomen dit seizoen Echt? dat er een flink gat zat tussen Hamilton en Bottas. Vijf seconden voor de kijkers thuis. Dat piep, was piep, de... Piep, 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 piep. <laughs> de. Grand Prix van Hongarije. Honga Daar is uh, Hamilton eerste geworden en Valtteri Bottas achtste. Dat klopt inderdaad. Ja. Correct. Ja, dat was natuurlijk die, die laatste rondes met Max. Uh, ja. ja, klopt. Maar dat is natuurlijk uh, maar één keer uh, gebeurd. Wauw. Nee, verder, ja, het, uh, het, hoeft moet, maar, het begin hoeft, van het seizoen waren het allemaal 1 tweetjes Het hoeft nog maar een keer te gebeuren. Uh, uh, nou, de laatste race was, uh, in Rusland was natuurlijk ook weer een 1 Maar verder staan ze eigenlijk ja. altijd in elkaars uh, kielzog... 2 en 3, 1 en 2, 4 en 5. altijd bij elkaar in de buurt. Opvallend eigenlijk. Hè? Ja. Zouden ze een team van moeten maken. Oh, wacht, dat zijn ze ook. <laughs> <laughs> nee. They stick together like peas in a pod. Yes. Ik denk, ik denk in dit geval dat uh, dat dat het dit weekend niet gaat gebeuren en misschien ook wel goed, want uh, ik, ik las dat uh, Mercedes of uh, Lewis mist zijn vaste uh, engineer dit weekend. Ja. Zijn buddy op de op de pitwall. Pieter Peter P Pete Bonnington. Peter ja. Bonnington. Ja, Bono. Die is er niet bij. Nee. Dat uh, zou dan wel emotioneel zijn als hij toch kampioen wordt. En zijn vaste Matty is er niet. Ja, nee, klopt. Die gaat de komende twee races missen. Is zijn visio er wel? Ja. Goede vraag. Ja. Is PA visio/slash ja. slash, visio slash. Nou, Om heel eerlijk te zijn, um, uh, ik, heb, ik, ik kan me best voorstellen dat Lewis Hamilton ook gewoon een keer ergens anders kampioen wil worden. Hij woont natuurlijk uh, voor, voor een groot deel van het jaar in Amerika. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik heb zelf zo gevoel dat hij het liefst in Amerika. Gewoon een keer daar kampioen worden. Ja, en mm. uh, in de afgelopen jaren was het natuurlijk altijd zo... dat Amerika voor Mexico kwam. Dat is waar. Dit jaar zijn de races omgedraaid. Ja. Uh, en verloor hij eigenlijk altijd nipt in Amerika de titel. Or, ja? eh, haalde hij haalde net niet. Haalde ja. hij net niet binnen. Nu is het andersom. Dus nu kan hij in Mexico eigenlijk nipt dat laten schieten. Uh, mm. Maar hem wel in Amerika pakken. Ja, ik denk echt... Mm. Dat uh, Lewis Hamilton in Amerika wil winnen. Misschien... Mark my words: als Valtteri Bottas uitvalt komende wedstrijd. Dan, ga, dan zien we Hamilton ook ineens de pit Par in Parkeert rijden. Hamilton hem ook ergens. Ja, dan parkeert ja. Hamilton ook, zou me niks verbazen. Ik zet deze bij je voorspellingen voor de rest. Ja, een dat ja. kun je die vast opschrijven? <laughs> ik denk wel <laughs> dat ze bij, bij Liberty Media in hun handen zitten te schrijven als dit waar blijkt te zijn, Marjolein. Want dan zullen ze heel graag zien dat er een keer een, in Amerika een wereldkampioenschap beslist wordt. Dus ja, ik zit hem niet echt doen. Want het belangrijkste is natuurlijk dat hij gewoon wereldkampioen wordt. En zal hij niet. Uh... Nee, je gaat hem die puntjes. Dat zal hij niet uh, op beloop laten. Als het moet, dan moet het. En dan pakt hij hem gewoon weer in Mexico. True that. Nou, cool. Uh, dus dat gaat uh, sowieso dit weekend al dan niet gebeuren. Uh, Moeten we het nog hebben over Hamilton en zijn veganistische Instagram-post? Nee, ja, nee, nee, ik vond ze biologisch verantwoord. Dus ja. laten we doorgaan. Ja, nee, hij heeft er nog wel zelf op gereageerd. Kan het uh, er toch over hebben? Ja? Nee. nee, helemaal niet. Ik denk dat het goed is dat hij gereageerd heeft. Ja, dat en dat hij, en gereageerd heeft. dat hij nog wat bijval gekregen heeft en duim omhoog. En nu vooral weer lekker race, jongens. Ja. Uh, Loes Hamilton. Nou, waar moeten we? De man, de naam, de legende. Dat krijg je als, je als je een soort wandelroute uitzet in dat draaiboek, dan op een gegeven moment moet je. Ja, ik moet nu even springen, maar ik kwam op Bloems. Want toen dacht ik, ja, weet je wat, laten we het er gelijk over hebben. Het is geen bordspelletje. Ik kwam op Nee, Het is geen, uh... geen bordspelletje <laughs> Goed, we gaan van. Voor... Zijn er nog andere dingen die uh, nog over de Grand Prix van Mexico waar je echt heel erg naar uitkijkt? Of, uh... Nee, wat wel leuk is, als we dan toch door, door ja. het draaiboek heen wandelen, dan kunnen we ook gelijk even naar die track limits toe, denk ik. Ik denk wel dat het heel erg is. Dit weekend hebben we uh, uh, volledig elektronische track limits. Uh... Volledig? De hele circuit toch niet? Nee, ja, nee maar uh, de. Track limits worden niet meer visueel vastgesteld, maar de track limits die er liggen zijn volledig elektronisch. Nou, dat heeft vorige keer in Rusland heel goed gewerkt met die vaste start. Ah, yes, daar gaan we weer. De sensoren. <laughs> het is toch gevoelig, zo'n <laughs> sensor. Het ligt gevoelig. De um, track limits zijn, worden dit weekend uh, via sensoren dus in de gaten gehouden, inderdaad. Um, volgens mij was dat in Spa eerder ook zo, uit mijn hoofd. Ja, Spa hebben ze het ook gedaan. En volgens mij is het nu zo dat in de kwalificaties het zo is dat als je eroverheen knalt, dan ben je die honderd kwijt. Dat is logisch. Um, dat is overigens wel dus gelijk één op één. Dus in de kwalificatie eroverheen, waar dan ook, uh, is gelijk rondetijd geannuleerd. En in de races en zo, uh, volgens mij drie overtredingen. En dan krijg je een... Zwart-witte vlag. zwart vlag. Dat is niet de finishvlag voor de meeste mensen. Nee, dus dat die is die waarschuwingsvlag die ze we, we, we dus nu weer vaker zijn gaan gebruiken. De vraag is echter, vier overtredingen. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat dat dan gewoon einde race is, toch? Dat zou grappig zijn. Krijg je na die waarschuwing met Nee, dan krijg je een penalty. Ja, penalty natuurlijk, ja, logisch. Logisch. Ik, was het niet zo dat Fernando Alonso in zijn laatste Grand Prix gewoon acht keer over die tracklimits heen ging doen. Dat had ze gewoon, je had er gewoon ja. een zwart vlak kunnen geven. Die heeft man. echt, ik weet niet hoeveel timestraffen nog gekregen. Ja, om... dat klopt inderdaad. En uh... uh... die ging op een gegeven moment gewoon de shortcut daarnemen bij de scicana. Ja. Ja, Laat me gaan. Ja. Ja. Hij gaat nu Dakar rijden. Daar heeft hij, daar heeft hij geen track limits. Nee, dat scheelt. <laughs> In die zandbak mag je gewoon alle kanten daar op. liggen ook ergens sensoren. Ja, kijk maar even. Hé, hey, en het andere wat misschien wel leuk is om te melden als we dan toch uh, dit weekend uh, uh, vooruitblikken is dat de race te volgen zal zijn op Twitch. Ja, Twitch, dat is vooral dus voor, voor ons maakt het niet zoveel uit want wij in Nederland kunnen we eigenlijk altijd de race volgen via uh, Ziggo. als je daar tenminste klant, klant bent. Ja. Uh, maar voor de mensen die geen uh, Ziggo-klant zijn, of die in Duitsland wonen, of in andere landen waar niet elke race... Of mensen die met moeilijke VPN-constructies allerlei dingen moeten ja, doen. Uh, dit weekend is er een makkelijker alternatief. Dit ja. weekend, nou ja, makkelijk, makkelijk. Moet je dus wel eerst even een Twitch-account aanmaken, volgens mij. Ja, correct. Uh, als je tenminste de full experience wil uh, krijgen. Want uh, Twitch, voor de mensen die het niet weten, is een soort YouTube, maar dan voor games. Ja, het is ook een live livestreaming-platform. Ja, het is een livestreaming platform waar je dus mensen gewoon de hele dag uh, videospellen ziet kijken, is onwijs populair. Bekende gebruikers zijn onder andere Lando Norris en mag Verstappen. Onder andere. Ja. Um, en daar wordt de Formule 1 gewoon op uitgezonden. Ik moet zeggen, dat vind ik een hele opvallende partnership. Was onder Bernie Ecclestone, never ever ever gebeurt dit. Nee, ik wou bijna zeggen, zeggen Bernie dreigt is in zijn graf, maar dat ja, is, nee, die ligt er nog bed. niet in. Nee, die ligt dus, gewoon uh, in zijn bed. Ja. Nee, dus dat, uh, dat was nooit gebeurd. Dus ik vind het heel opvallend. En wat wel leuk is, is dat nou, dus het is natuurlijk niet alleen maar een livestream, want dat hadden ze ook gewoon op YouTube kunnen doen. Ze hebben ook een interactief element eraan toegevoegd. Je kunt namelijk uh, tijdens de race uh, je voorspellingen doen. En die voorspellingen worden dan real-time weergegeven op Twitch. beelden. Ja. Ja. Alleen op Twitch hoop ik. Want ik hoop niet dat ik dat door mijn nee. stream heen krijg. Dan zou ik helemaal oploggen worden. Nee, maar ik ben wel benieuwd. Ik denk wel dat ik de stream heb aangezet. Om te kijken hoe nou Zeker. die verslaggeving ja. is. En, uh, Volgens mij hoe is het wel zo dat de audio gewoon de centrale audio is van Formule 1 Broadcasting. Voor de mensen die ja. F1 TV uh, gebruiken en de, ja. app, de app ook hebben. Uh, daar heb je gewoon de vaste, de vaste Crofty uh, ja, voor de mensen audio. Die, ja, voor de mensen die bijvoorbeeld op uh, Twitter zitten, is trouwens sowieso wel leuk. Wat heel vaak na de afloop van de race is, mocht je nou niet, nou, geloof ik niet hoor, als je deze podcast luistert. Maar mocht je nou nog niet de F1 account account volgen op Twitter. Die hebben ook heel vaak na de race sowieso een livestream. Ja, klopt. Ernaar, waarin ja. ze ook uh, nog allerlei interviews met de coureurs met hebben. De in, en, yes. ja, echt leuk. Dus uh, volg die account. Maar goed, dit weekend dus. Ga naar twitch.com uh, tijdens de race en neem even een kijkje hoe dat eruit ziet. Of dat de toekomst van uh, Formule 1 broadcasting is. Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, het is toch wel... Uh, ik vind ik het wel fascinerend, weer... omdat het een, uh, uh, een discussie gaat opleveren... over de rechten van, van uitzenders Dus als ze per race kunnen gaan besluiten, dat is, is leuk hè... als het nu een keer voor, die, voor een gebbetje doen... Maar ja, ik weet een beetje, er kijken miljoenen mensen naar streams via Twitch. Uh, bekende gebruikers, mensen die, uh, Lennon Norris noemt het leven, even, maar zijn natuurlijk ook vanuit andere games, uh, first-person shooters of strategy, strategy games zijn er. Best wel mensen die gewoon miljoenen kijkers hebben naar een wedstrijdje, een potje wat ze spelen of een trainingetje wat ze doen. Uh, of gewoon grote toernooien die uitgevonden worden. Dus dit is, ja. dit is wel echt een uitzendkanaal, dit is een media partner Nou, absoluut. En je zit natuurlijk onder Liberty Media, uh, zien we veel innovaties. De één is niet altijd zo... Uh, leuk als de ander. Voor de, zeker niet voor de, de, de oudere fans die de sport al heel lang volgen. is soms echt even wennen. Ik moet zeggen, nu uh, we weer naar Amerika en Azië en zo zijn. heb ik ook af en toe echt moeite. Dat ik denk, jongen jongen het is af en toe meer een showbiz-toestand. Uh, dan dat het nog echt een sport is. Ik zag Max Verstappen vorige week in de uitzending van uh, Formule 1-café. ook in een interview met Rick Winkelman. zei hij. Uh, een van de redenen dat de coureurs zo tegen waren op uh, die reversed grid. Uh, optie tijdens kwalificatieraces, is uh, hij zegt, het, het moet wel een sport blijven. Weet je, we zijn geen spelletje, we zijn geen vermaakprogramma. Het is geen circus. Ook al, nee, ook het al is, noemen wij we het wel. Zekers uh, ja, toen, ook al, ja, ook al ja. Hè, we zijn geen artiesten die daar de hoofdrol in spelen. We zijn onderaan de streep hoop ik nog steeds sporters uh, die strijden om de, de, wie de beste is. En als je allerlei uh, kunstmatige. Uh, uh, ja, elementen daarin aan gaat brengen. Dan, uh, ja, dan is het natuurlijk geen sport meer. En soms heb ik daar wel wat moeite mee. Dat ik denk: jongen, jongen, het gaat allemaal wel heel erg als die DJ's weer op het podium staan. En dan denk ik, ja, god, moet dat dan? Staat allemaal een beetje ongemakkelijk bij. Um, maar aan de andere kant, dit soort innovaties, snap ik wel omdat je natuurlijk ook je wil een jonger publiek uh, aan je binnen. Nee, nee, Formule 1. Uh, nee. Hoe meer kijkers, hoe beter het is uh, voor de sport. Hoe meer uh, sponsoren erin stappen, hoe meer geld er is, hoe meer uh, ja, uh, ze uiteindelijk kunnen doen. Daarvoor moet je ook jonge mensen aantrekken. En die jonge mensen die kijken vaak geen TV meer. Wat ik al zeg, sommige landen wordt de Formule 1 niet eens uitgezonden. Dus het is best goed. Dat ze ja, kijken naar nieuwe uitzendkanalen. En wat ik ook zelf heel erg goed vind... is dat ze ruimhartiger zijn in hun uh, persbeleid. Dus uh, vroeger was het natuurlijk zo dat uh, alleen de gevestigde orde... We hebben het vaak over... Uh, uh, nou, Olaf Mol en uh, Jack, die lopen natuurlijk vanuit Nederland daar rond. Uh -huh. uh, maar ook de Duitse televisie, die hebben uh, reporters die het al jarenlang doen. En zo hebben, heeft elk land zo zijn eigen teampje van mensen die vaak al... Nou ja, volgens mij 30, 25 jaar in die sport rondlopen. Ja. Um, enerzijds is dat heel goed. Anderzijds vind ik het ook goed dat er uh, nieuwe kanalen bij komen. Mm -hmm. Nieuwe woordvoerders, nieuwe mensen, nieuwe, gewoon nieuw bloed. Uh, die verslag doet. Ja. Van, uh, van deze sport. En vooral vanuit nieuwe invalshoek, inderdaad. Ja, Vindelijk, nou ja, ja en ja, Je zegt zelf al: dat het commentaar is dan wel officieel van Formule 1. Ga ik wel vanuit je Ja, ik zeggen, maar, ja. Uh, maar goed. Wij uh, uh, luisteren bijvoorbeeld ook veel naar de WTF1-podcast. Uh, mm -hmm. uh, nou, dan merk je ook dat zo'n nieuwe uh, stem ook uh, ja, toegang krijgt tot het Formule 1-circus. En ik denk dat dat alleen maar te waarderen is. Ik heb, ik heb deze week. Uh, uh, ben ik ben even aan het, het einde van de seizoen nadat dus ik ben een beetje om me heen aan het kijken naar natuurlijk de andere series. Wat, wat gaat er gebeuren volgend jaar? Waar moeten we een beetje op gaan letten? Dus een aantal media-accreditaties ook weer moeten aanvragen voor het komende seizoen. Bijvoorbeeld ook voor de Formule 1 en, en, en alle beelden die we ook wel als site gebruiken. Daar moet je dan weer je media-accreditatie -accredita voor verlengen. Um, uh, dat soort dingetjes moet, moet allemaal gebeuren. En toevallig heb ik deze week ook de aanvraag naar bijvoorbeeld de W-series. Dus de, de ja, te gek. Uh, serie en de Formule E. en dat zijn toevallig twee. Formule 1 e ligt heel dicht bij Formule 1 qua accreditatie aanvragen, omdat het van de VIA is. Als je ziet hoe, dat, um, uh, uh, hoe, hoe soepel dat proces verloopt ten opzichte van Formule 1. Dat is een wereld van verschil. En W-series is dan via DTM. Loopt dat dan? Uh, dat was binnen een dag. Had ik gewoon uh, accreditatie. En was ik uh, geaccepteerd. En kunnen we, we gewoon mooie dingen gaan doen daarvoor. Als we dat zouden gaan willen doen. Uh, uh, en ik denk dat het zeker een serie is om volgend jaar in de gaten te gaan houden. Uh, maar dus de, de soepelheid waarmee daar inderdaad nieuwe media wordt omarmd. Ja, dat zien we nu langzaam, maar zeker door Zwijpland Formule 1. Wat wij nu uh, hebben, hadden we tien jaar geleden op ons buik kunnen schrijven. Zeg maar. Onder, onder Bernie. Ja. ja, nee. Die waren helemaal geen fan van social media. Bur nee, Bernie niet. Bernie niet, maar nee. ook de mensen die. Ook de mensen om Bernie heen niet. -Burnie nee. heen niet. Nee. Nou goed, dus dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Laten we doorgaan met onze bos van door het draaiboek. Onze bos van alleen door het. Nou, valt er eens mee. We moeten het nog heel even kort hebben over uh, Renault. Renault. Renault, want het dreigt want toch wel een aardige soap te worden. Nou ja, gelukkig gaan we van. Hè, wat komt er? Ze gaan een alfabetisch omgekeerde volgorde. Dus na Rich Energy krijgen we nu Renault. Dus dan gaan we het langzamerhand een beetje af, zeg maar. Ja, nee? Een beetje ver gezocht. Een beetje ver gezocht? Oké. Okay. Jammer. Ik vond het wel <laughs> leuk. <laughs> nee. nee, maar het is, wel, het is wel echt een Franse soap aan het worden. We hebben het in de podcast eerder over gehad. En uh, ja, ik neem aan dat de meeste luisteraars uh, inmiddels al weten wat uh, de, uitkomst, uh, de oorzaak en de uitkomst was. De oorzaak was, uh, Renault heeft een klacht ingediend. Nee, sorry. Racing Point heeft een klacht ingediend tegen Renault omdat ze gebruik zouden maken van een break bias uh, system. Uh, dat is onderzocht door de VIA. Ik kan nou niet het hele woord uitspreken. Nee. Ik heb, ik het, ook niet bij de, ik heb het ook niet bij de hand. <laughs> en omdat uh, de VIA heeft dat onderzocht. En die hebben uitspraak gedaan uh, toen ze weer in uh, Mexico neerstreken. En toen is bekendgemaakt dat Renault is geschrapt. Uit de wedstrijdresultaten van Japan, wat echt een hele forse straf is. Hele forse straf. Na ampel beraad met de stewards in Japan, die hebben ze gebeld. Uh, even een, een voice conference call opgezet. En daar hebben ze dus dat hele document doorgenomen. Twaalf pagina's vertelde jij inderdaad laatst. Videobeelden, uh, wat ik knap vind in een document. Maar videobeelden, foto's, alles erop en eraan. Uh, dat is een USB-stick. Uh, oh, denk je? Maar hoe kan het dan 12 pagina's hebben gehad, ja. Johan? Dat is toch knap, hè? Dit zaakje stinkt. Aan alle kanten. Ja. Zou het zou een PowerPoint zijn geweest. <laughs> ja. Het was een PowerPoint. Het was een denk powerpoint. Ik. Nou, het wordt nog smeuiger. Want uh, Renault heeft nu op Twitter ook uh, laten weten. dat uh, uh, die geruchten die gingen vanochtend al. Maar ze hebben nu zelf op Twitter ook gezegd. dat de aanleiding van dit hele onderzoek. heeft alles te maken met een ex-Renault. Medewerker, iemand die daar in de pitbox heeft gewerkt, die tegenwoordig bij Racing Point werkt, en die zou ze op het spoor hebben gezet van, uh, van ja, van deze illegale Praktijk. dingen in, de, in, ja. in het systeem. Um, en nu heeft Racing Point weer gereageerd en die, oh. hebben, ja, die hebben gezegd: um, ja? ja, nee, die hebben gezegd: uh, Luister, uh, de aanleiding was helemaal niet uh, dat wij uh, een ander team willen laten disqualificeren. De aanleiding was eigenlijk dat zij rond Silverstone ongeveer hebben ze een aanvraag ingediend bij de FIA, omdat zij ook graag zo'n break-bias system wilden gaan ontwikkelen. Uh, en het kan nog steeds goed zijn hè, dat die nieuwe engineer ze op dat spoor heeft gezet. Maar in elk geval hadden ze daar zelf oren naar. Ze waren dat aan het ontwikkelen. Ze hebben ook gezien bij Renault hoe dat werkte. En ze dachten, dat moeten we ook hebben. Dus ze waren daarmee bezig. Hebben ze een aanvraag ingediend bij de FIA. Wij willen dat ook gaan ontwikkelen. En toen heeft de FIA gezegd, ah, ah mag niet. Oké, okay. ik, ik ga nu even terug naar mijn, 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 mijn grote Twittervriend Roel van Adel. Want die vraagt inderdaad, hoe zit het nu? Niet illegaal, toch illegaal, toch garandeert? Ik snap helemaal niks meer van oh we hebben een vraag van de luisteraar. Ja vraag van de luisteraar. <laughs> ik denk even wie is jouw grote vriend Roel? Het, het Roel van handel. Oh dus het de vraag. Het ja. van handel ja. Die, die stelde deze week de vraag naar nou, van hoe zit het nu eigenlijk? En, en ik denk dat het goed is om want jij stapt er eigenlijk een beetje overheen maar het is wel goed om een beetje uit te leggen wat hier het verhaal is. Het, het is een pre, uh, het, is een, het is een instelling op het stuur, uh, een, een systeem wat uh, op basis van de positie van de auto. Op een baan de rembalans zou kunnen afstellen. Dat ja, is eigenlijk dus eigenlijk de... wordt de rembalans automatisch geregeld. Exact. Hoeft de coureur dus niet bijna te denken. Check. En dat systeem, want dat vertelde jij eerder vanavond ook, dat systeem hebben ze al getest in Barcelona. Mm -hmm, mm -hmm. Out in die open, heeft Renault nu ook ja, hè, verklaard. Ja. In, in, een, in een nogal uh, elaborate. Een innovatieve systeem, hè? dat benadrukken ze in elk persbericht. Het is een innovatief systeem. Vonden de stewards zelf vond ook? Via zelf ook. Ja. En daar oh. waren ze heel blij mee dat VIA dat vond. Dank <laughs> aan de VIA. <laughs> Anyway. Dankjewel Dan voor die complimenten. Ook ja. namens Abitubo. Ja. Um, goed. Dat hebben ze dus open en, en bloot getest in Barcelona. Uh, daar is het ook nog allemaal goedgekeurd. Wat nu het verhaal is, is dat het systeem wat er nu in de auto zit... is in principe volgens de reglementen technisch gezien geen overtreding. Um, maar de stewards vinden het wel een hulpmiddel. De functionaliteit die het, die het biedt. Omdat de coureur bepaalde dingen nu niet meer zelf hoeft te doen. Ja. En daardoor hebben ze dus een straf gekregen. Ja, er zijn dus geen. Uh, dus er is inderdaad geëxperimenteerd in Barcelona. Uh, niet alles daarvan zit in de huidige auto. Um, Renault dat, heeft inderdaad. Er is geen geld meer voor na het salaris. Van de <laughs> <laughs> Renault heeft inderdaad laten weten. joh, uh, We hebben dat al veel eerder gedemonstreerd. Dus waarom is daar eigenlijk niet eerder op gereageerd, zou je bijna zeggen? Daarnaast is het nu in een hele andere vorm in de auto beland. En wat uh, de onderzoeksinspectie inderdaad heeft gezegd. Nou, eigenlijk alle punten. Die uh, Racing Point aandraagt in zijn document zijn allemaal niet gebleken. Dus er is geen systeem wat, uh, wat jij zegt, de positie op de baan, of de, het aantal ronden, of de rondetijd, of al dat soort dingen, worden, al die factoren worden niet meegeteld. Uh, maar toch is er sprake van uh, soort driver-aid, een hulpmiddel. Een hulpmiddel. Mm -hmm. uh, echter, heeft de coureur daar geen voordeel van. Maar toch mag het niet. Maar niet. Nee. Ik moest een beetje denken aan die aflevering van Jeske Vet. De, de, de debuteur crediteur in dit geval. Maar ik weet niet of je dat ooit keek. Maar dat is een aflevering met de korfbalregels. Maar dat is echt een hilarische aflevering. Maar dat moest een en Ken dat ik mag niet. dus niet. Voor oh. de mensen die dat wel kennen, daar moet ik constant een beetje aan denken in deze discussie. In de VIA, überhaupt? <laughs> alles wat de via doet. Ja, dat scheelt inderdaad. Dat is natuurlijk wel een beetje zo. Uit, het is toch allemaal... Ik moet wel heel erg lachen om uh, de, het perscommuniqué van Renault. Want die hebben inderdaad aangegeven: we gaan het niet aanvechten. Want het heeft geen enkele zin om het aan te vechten. Omdat de beslissing die gemaakt is een zeer subjectieve is. Met andere woorden, wij kunnen geen enkel nieuw argument inbrengen om ze toch op een andere. Uh, mening uh, ja, te dat, zetten. Daar zit natuurlijk een heleboel uh, as-covering factor ook in, hè? Ja. Dus dat is wel een beetje de, de Abitable uh, Afdek show. Ja, de... het hele persbericht is ingevoerd. grote afdekshow. wat ik al zeg, ze, ze presteren het om een heel negatief bericht toch met uh, schouderklopjes aan zichzelf te laden. Beste vriendinnetje van vandaag, ik heb een bloedhekel aan je. Lieve kusjes, Renaud. Dat is een beetje de tone of voice van het persbericht. Niet lezen, doorgeven, dit briefje. Dat is een beetje de toon van het bericht, inderdaad. Dus met andere woorden, uh, uh, ja, daar, dat dossier lijkt voorlopig even gesloten. Ja. Um, wat ik belangrijk vond, en, en dat vertelde ik jou uh, net voordat we de opnames bronnen, is dat de Renault Groep, dus het moederbedrijf van waaronder ook het Formule 1 team valt, vandaag heeft aangekondigd dat het de Grand Prix activiteiten, en voor de mensen die kunnen natuurlijk mijn vingers zien, maar ik doe de air quotes, de Grand Prix activiteiten, onder de loep gaan nemen. Uh, en dat is onderdeel van een groter onderzoek wat ze gaan doen binnen het bedrijf. Ook hier hebben we het al eens vaker over gehad. Uh, de de Renault-Nissan Groep is natuurlijk een alliantie die ze hebben. Die zit behoorlijk in de, in de financiële problemen. Uh, hebben behoorlijke uh, deuk opgelopen in hun, uh, in hun uh, sales targets. Uh, natuurlijk, een topman die afgezet is met een hoop poeha en gedoe. Uh, die had een plan geschreven. Uh, drive the Future heette die strategie. En daarin speelde eigenlijk ook Formule 1 een hele belangrijke rol. 2017 gelanceerd, stond er helemaal groot bovenaan. Maar er is natuurlijk een nieuwe uh, CEO gekomen. Nu als vervanger, een interim CEO, Clotilde Del Bos. En zij heeft vandaag duidelijk gemaakt dat ze gaan onderzoeken. Hoe de Grand Prix activiteiten, dus niet het Formule 1 team dat noemt ze specifiek niet. Vind ik heel typisch. Maar hoe de Grand Prix activiteiten onder het grotere uh, plan van Renault gaan vallen de komende jaren. Met andere woorden, zou het zomaar kunnen zijn dat Renault zijn keutel intrekt voor 2021. Ooh. Maar ik moet heel eerlijk zijn: het is een interim CEO, hè? Ja, die wil altijd even de stempel drukken, natuurlijk. Nee, jou, nee een interim CEO, de dus schat, een soort interbellum. Dus toch nee, gewoon een interimmer die, die doet toch niks. Je houdt alleen de boel draaiende. Die gaat toch geen uh, hele heftige beslissingen nemen. Nee, maar ze heeft ook niet in eentje besloten dat deze review er gaat komen. Dus dat scheelt. Dus die nee. hadden... En ze heeft dit uh, bekendgemaakt aan de, inderdaad de, 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 de aandeelhouders. De, ja, de aandeelhouders ja. en de investeerders. Dus uh, er is waarschijnlijk ook gewoon een vraag gekomen. Exact. Dus dit is gewoon natuurlijk het grotere, het grotere bedrijfsbelang wat er speelt. Uh, en we weten allemaal dat bij Renault intussen ook uh, president Macron zich er zelfs mee bemoeit. Uh, hoe dan ook, ik moet gaan het gaan zeggen, spelen. het is uh, Frans uh, nationale trots. Chauvinisme is niet van niks om, uh, nee. om hier succes van te maken. En ik begin steeds meer te geloven in jouw voorspelling dat Pierre Gasly. Uh, uiteindelijk een stoeltje <laughs> bij Renault te bemachtigen naast Ocon. Ja, en het dan zeggen. echt een compleet uh, Frans team is. Nou ja, daarvoor moeten ze dan nog wel in 2021 überhaupt rijden, inderdaad. En wat ik me een beetje zat te, te, te filosoferen in de, uh, in de achterkant van mijn hoofd, waar heel veel ruimte extra over was. Um, daar zat ik een beetje na te denken. Het, als ze eruit stappen, het kan nu wel, want ze hebben natuurlijk geen andere uh, klanten meer voor hun model. Nee, dat is een voordeel. <laughs> dus ze hebben ook geen contracten meer die ze hoeven op te kopen. Dus, nee. Uh, dus het de, zou het zou exe, goed moment om uit te stappen. De extra strategie dus, ja. is wel aanwezig. Ja. Ze hebben een moment. Ze hebben een moment. Er is werkelijk waar helemaal niemand in de Formule 1 die nog een Renault motor wil, nee. behalve Renault zelf. Dus dat zou wel mooi kunnen zijn dat het dan toch. Nou, dat zou wel een beetje roet in de eten gooien, roet in het eten gooien van, uh, ja, van Bietenbol natuurlijk, maar ook van ja. Prost en uh, heel veel andere trotse Fransen die uh, echt uh, hard op weg zijn met hun eigen missie. Om het uh, beste Franse resultaat ooit neer te zetten. Om een zetten. klein dapper dorpje te maken. Ja. ja, en om ook heel veel mensen tegen zich in het harnas te jagen. Ja, nee, maar dat doen ze ook heel goed. Dat doen ze heel goed. <laughs> goed. Uh, overigens, laatste puntje: wat ik hierover wil zeggen. Het heeft oh. wel serieuze gevolgen voor de stand in het uh, kampioenschap ten aanzien van teams. Ja, spannend hè, staat nu Want is. Renault raakt dus nu een hoop punten kwijt in Japan. Uh, McLaren die staat gewoon dik op die vierde plaats, maar ook Red Bull. En volgens mij Racing Point India uit mijn hoofd. Ja. Uh, sorry, Red Bull, ik zeg Tora 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 Rosso, Rosso ja. bedoel ik natuurlijk. Ik bedoel, aftaury. Aveau hm. <laughs> uh, Die maken nu eigenlijk nog uh, grote kans om boven nou te eindigen. Dus dat is nog wel. Hè, uh, waar er geen spanning is, moeten we een beetje spanning maken. Ja, dat maar zal het voor jou uh, gedacht hebben. Uh, ja. Dit zal uh, het komend weekend zich nog. Uh, uh, ja, gaan ja. ontvouwen. Renault is zijn 68 punten, Toro Rosso 62 punten... en Racing Point 58 punten. Kijk eens aan. Met andere woorden... Racing Point, uh, ja... Het weten. gaat nog ergens om. Het mensen. gaat nog er ergens over. En Hulkenberg en Ricciardo hebben natuurlijk we wel een goede tweede stint. Dus, uh... Ik zou het leuk vinden als de regie dit ook inziet... En uh, ons de komende races... Niks laat zien van Carlos Seins. <laughs> nou, ja. nou wat meer laat zien van die Achterhoede. Want laten we nou wel wezen, voorin gaat het toch inderdaad eigenlijk nergens meer over. Dus laat ook nou eindelijk die Achterhoede, of in elk geval dat middenveld, een beetje zien wat daar speelt. Want uh, inderdaad, blijkbaar gaat het uh, de teams wel heel erg aan het hart om die vierde, vijfde, zesde plek binnen te halen. Ja. Vinden ze het toch belangrijk. Nou, ja, focus daar dan op in de, Zeker. In de berichtgeving. Ja. Goed, laatste dingetje uh, waar we het even uh, uh, nog over moeten hebben is Zandvoort. Zandvoort. Uh, de Grand Prix uh, die daar plaats gaat vinden. Er was namelijk uh, nieuws, heet van de draad, vlak voordat we deze podcast begonnen. Ja. En dat is dat de provincie Noord-Holland een cruciale vergunning heeft verleend aan uh, de gemeente Zandvoort. Om te gaan beginnen met de werkzaamheden die nodig zijn om het Formule 1 circuit... Uh, klaar te maken. En dan heb je het onder andere over het egaliseren... van het plekken waar uh, tijdelijke tribunes moeten gaan komen... asfaltwerkzaamheden, het square moet hier en daar worden aangepast, verbreed. Paden um, moeten nieuw worden aangelegd. Uh, pitstraat worden wat dingen verlegd. Dus ja, eigenlijk al die werkzaamheden die mogen uh, plaats gaan vinden... zegt in elk geval uh, de vergunning van uh, de provincie... die vanavond is verleend. Ja. Het is wel zo dat er nog steeds een kort geding... Uh, loopt die komt dan maandag weer voor de rechter. Dat is namelijk dat verhaal met die zandhagedis. Die, die brulstreep rugkikken. Ja, ja, en er is een uh, ja, vereniging die daar nog een klacht over heeft ingediend. Dat die diertjes in het uh, geding zouden zijn. En daar dient maandag dan nog een klacht over. Um, ja, en verder was het natuurlijk een hoop ophef de afgelopen dagen. Want wat was nou het geval? Er zijn een aantal uh, ja, natuurorganisaties die berichten wereld in hielpen. Dat Zandvoort heel illegaal al allerlei werksmeden aan het uitvoeren was. En um, dat is nu dus... Uh, Teruggedraaid, want dat bleek. Uh, uh, Ik vind trouwens dat de gemeente Sans of uh, Squeezand wordt. Daar goed op heeft gereageerd uh, door meteen te stellen, luister, er wordt hier eigenlijk gewoon uh, fake news de wereld in gebracht. Want uh, het is helemaal niet zo dat wij al met werksmede begonnen zijn. Wij trachten juist heel erg uh, de wet en regelgeving na te volgen en niet uh, in de problemen te verzeilen. En werken heel goed samen met overheden en andere partijen die we hierbij betrokken zijn. Ze hebben toch ook wel mensen uitgenodigd naar aanleiding van dat bericht? Ja, klopt. Er waren een paar organisaties die zeiden... nee, ze zijn al begonnen en we kunnen het zelf niet meer controleren... want het circuit is tegenwoordig helemaal afgezet. Mm. Nou, dat zou goed kunnen. Ik, ben, ik denk zelf is het alweer een maand geleden of zo... dat ik nog uh, onder een hek is ben doorgekropen... <laughs> om nog eens even te zelf spieken nou hoe, te, hoe het erbij ligt. Ja goed, het uh, circuit Zandvoort is natuurlijk gewoon een open, openbare ruimte. Dus je, in principe kun je er gewoon uh, oprijden, parkeren... en even een wandelingetje maken. Tenminste, dat kon altijd. Um, nu is dat een ander verhaal. Waarschijnlijk zijn alle uh, hekken uh, om het circuit vervangen. En uh, is het toch wat moeilijker gemaakt voor mensen... om, uh, om, ja. om daar naar binnen te komen. En die brulrugkikker. Ja, ook. Ja, <laughs> ook. Uh, nou ja, en uh, deze persoon heeft dus gezegd, ja luister, ik, ik zie uh, dat er met zand wordt geschoven. Uh, dus uh, ja, er, is gewoon, er vinden werkzaamheden plaats. En uh, waarop uh, squeeze antwoord heel keurig heeft gezegd, luister, er wordt altijd met zand geschoven. Volgens mij wordt het al uh, sind, uh, sinds 1986 het laatste race werd gereden daar met zand geschoven. Uh, omdat het gewoon een werkend terrein is. Er wordt natuurlijk al jarenlang gewoon gereced, slipcursussen, al die dingen worden gewoon georganiseerd. Uh, ja, en het zijn altijd werkzaamheden, het zijn altijd dingetjes die daar uh, plaats moeten vinden. Dus om heel eerlijk te zijn, het feit dat er nu een Formule 1 race wordt gehouden, dat dat voor zo verschrikkelijk veel ophef en uh, ja, echt idioten zorgt die daar een punt van maken. Ik, ik vind het tranentrekkend Hm. Ik, ja, ik vind het echt heel erg. Ja, maar, ja, de, Jan Lammers en alle mensen die erbij betrokken zijn... die moeten wel echt, echt een hele dikke olifantenhuid hebben... en heel erg uh, kunnen relativeren om alle gezeik... die ze de hele dag van alle kanten uh, op dit moment uh, toegestopt krijgen. Uh, ja, wat kan ik al zeggen? Het is al jarenlang een functionerend circuit. Er wordt al altijd al van alles uh, verbouwd, georganiseerd, dingen gedaan. Er zijn racedagen, er zijn grote events uh, altijd al geweest. Um, ja. Is van de zotte. Ja, ik moet, ik moet een beetje lachen. Omdat het, het, het wordt nu heel erg uitvergroot. En het is, en de mensen die erop afkomen en de dingen die er gebeuren. Uh, ik vertelde al vandaag tegen jou, ja, ik was toevallig even op de fiets op en neer uh, vanuit het pittoreske Haarlem naar uh, Noordwijkerhout, Door de duinen. Uh, door Zandvoort, de Zandvoortse duinen. En uiteindelijk kom je de, dan een uh, bruggetje over Noord-Holland. Uh, oh, sorry, Zuid-Holland kom je in de Noordwijkerduinen. Daar waren ze lekker met de machines gewoon lekker aan het graven dingen aan doen. Dus moet ik ja, heel hard om lachen. Uh, als maar er geen formule 1 wordt georganiseerd, dan kraait er geen haan naar. Ik kwam teruggereden, uh, uh, terugfietsen. Hetzelfde stukje weer terug uh, en toen fiets niet langs de boulevard van, van Zandvoort. Als je dan ziet hoeveel auto's met een uh, buitenlands kenteken daar staan, met draaiende motoren die dingen aan het doen zijn, staan in de file om de strand af te rijden. Het was vandaag niet eens een mooie dag, weet je wel, maar het is gewoon het is herfstvakantie, het is de laatste dag van de herfstvakantie. Uh, mensen rijden naar het strand toe, doen hun ding. Het is altijd druk in deze regio. Natuurlijk uh, ja. gaat het veel druk worden, ik probeer niet te bagatelliseren, geen zins. Maar we moeten natuurlijk wel alles een beetje in perspectief zien. Ik vind het wel, wat jij zegt. Uh, het is wel zo dat hè, die mensen moeten een olifant eruit hebben. En ja, dat mag je ook wel van ze verwachten. Want tuurlijk krijg je hier heel veel gehandels mee. En dat zal overal zo zijn. Uh, en ik moet zeggen, als ze inderdaad zo goed reageren. zoals we dat vandaag hebben gedaan. Uh, en ook naar de organisatie toe zo blijven samenwerken. Ja, dan, weet je, dan is het er ook geen, volgens mij geen man overboord. En lijkt het me vooral nu gewoon een uh, beetje uh, ja, kortging even afwachtende. Maar vooral zorgen om te gaan, te gaan kijken naar een, een leuk raceweekend volgend jaar. Ja, nou ja, goed. Het is weer een typisch voorbeeldje van iedereen heeft er een mening over. Uh, ik heb al vaker gezegd, ik vind het heel frank. Uh, in we, we zouden echt onwijs trots moeten zijn. Onwijs trots dat we in Nederland zo'n groot wereld-event naar Nederland hebben kunnen halen. We zijn ja. een piepklein kikkerlandje. Echt piepklein. Uh, de, niemand had ooit gedacht, niemand dat dat Zandvoort weer terug zou komen op die kalender. Nou, dat is echt. Ja, het is bizar. En ik snap, ik snap dat je niks met Formule 1 houd, hebt. Dat je niet van die sport houdt. Dat je het allemaal maar onzin vindt. Uh, ja, hetzelfde kun je zeggen van het Songfestival. Ik wil het zo ja, zeggen. Ja, het nee. heeft ook dat, niet iedereen een hele grote voorkeur voor. Maar het is toch... Je, ja, laat mij dan een beetje chauvinistisch en nationalistisch zijn. Maar het is toch... Het, het is toch het moment dat je een Nederlander dat festival ziet winnen. En denkt, komt naar Nederland. Dan ben je toch ook even trots? Ja, natuurlijk. Dat is toch, nou, de, de, de Nederlandse zijn zeiken altijd om alles. We, we leggen alles onder een vergrootglas. En door social media, uh, ja, escaleert dat helemaal de, de pan uit. En iedereen heeft recht op een mening hoor, absoluut. Um, maar joh, laten we dit even lekker gaan. Nou. Ga je druk maken met andere dingen. Dat vind ik een goed idee. Toch? Laten we ons druk maken over het recept voor de guacamole voor dit weekend. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik heb uh, guacamole in huis. Kijk. Ja, moet nog wel even maken. Ja, precies. Maar dat doen we vers voor de wedstrijd? Goed, natuurlijk. Nachos erbij. Oh, alleen de wedstrijd? Ja, natuurlijk oh. ook met de kwalificatie. Ik had, ja, ik mis het al bij de trainingen net in <laughs> vrijtraining 1, vrijtraining 2. Ik, denk, nou, lekker door ook nassen. Dan, Ja, lekker door eten. Ja, dat komt. Wij zijn heel vaak in Austin, Texas geweest. En daar, daar eet je het bijna elke dag. Daar heb je ook een circuit. Ja, ja daar heb je ook een circuit, inderdaad. Daar ben <laughs> ik dan nog nooit geweest. Staat wel nog op wenslijstje om daar het een keer in te Wat inderdaad. ik leuk vond is dat Check Operes, uh, voor hem is het natuurlijk zijn thuisrace. Ja. Uh, dus hij staat heel erg in de spotlight daar. Uh, hij gaf ook aan in de persconferentie vandaag dat hij echt het ontzettend druk had. Want hij wordt natuurlijk door iedereen geïnteresseerd. Hij is echt een nationale held. hè. Hij hangt echt op billboards langs het squier. Door de hele stad. Pyjama's, lakens. <laughs> <Ja>. Overal zit <laughs> hij. Koppers, pyjama's. Ja, mm. ze klaar waarschijnlijk erin te hebben. Ja. <laughs> um, hij zei wel, hij zegt: Dit is gewoon zo leuk om hier te komen. Niet alleen omdat het mijn thuisrace is. Hij zegt maar, er is echt zo verschrikkelijk veel enthousiasme voor de Formule 1 hier. Voor de sport. zit gewoon stampvol met mensen. Zag je vandaag al bij de vrije trainingen. Er zijn gewoon volle tribunes. Mensen komen er echt omdat ze ja, helemaal autogek zijn. Uh, hij zegt: En het is lang niet op elk circuit zo dat uh, de fans zo. Uh, ja, lyrisch zijn en zo enthousiast en zo. En de andere coureurs die beaamden dat ook. Uh, ja, Japan hebben ze natuurlijk net achter de rug. Daar is dat absoluut ook zo. Japanners zijn ook helemaal gek ervan. en nou, wij hebben Oostenrijk nog meegemaakt. Ja. En de coureurs zeggen in Oostenrijk ook altijd dat het spa. hartverwarmend is. Spa, Monza. Ja, Spa, spa ook inderdaad. Uh, Monza inderdaad. Zijn mensen ook zit helemaal emotioneel. Bijna op, op de helft van de kalender. Maar... Nee, maar goed, ze komen natuurlijk allemaal net uit Rusland. nee klopt. Ah, maar echt gewoon... Uh... <laughs> Tjonge, jonge, 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 jonge. Nou, ik, ik ben wel met, met, met Check Opress. Hij maakt een beetje de hint van we moeten meer van dat soort circuits op de kalender hebben. Waar je echt gepassioneerde fans naar de tribunes toe uh, trekt. Ja. Dus uh, zeker in dat licht is het goed dat uh, Zandvoort erbij komt. En dat we naar Hollywood gaan volgende week. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe de fans in Vietnam zijn. Oh ja, ook wel spannend een spannend ja. Sowieso ook weer een heel spannend circuit. Maar goed. En Miami? Ja, maar dat is pas 2021, toch? Ja, oké. Eerst zien, dan geloven. Een beetje vibe kunnen brengen daar. Miami, zeker. Moet je aan Will Smith vragen? Ja. Hij heeft er een liedje over gemaakt? Oh, die zal er vast weer bij zijn. Ja, helaas wel inderdaad. God. Maar stuurt hij dan zichzelf of zijn 25-jarige clown? Goed. Volgens mij moeten we gewoon eens gaan afronden, Marjolein. Wat denk jij? Ik, uh, ik ben het met je eens. Gelukkig. Laten we uh, ons opmaken voor de Grand Prix van Mexico. Uh, heb je daar uh, klachten over? Of uh, over, vragen of <laughs> ja. opmerkingen? Nu al? Gewoon van tevoren? Nee, heb je uh, na aanleiding van de race uh, opmerkingen of vragen of dingen waarvan je denkt... Nou, dat moeten jullie echt in de podcast behandelen als jullie zondagavond opnemen. Uh, neem dat dan alsjeblieft uh, voor me mee of beantwoord dat. Uh, Twitter het. Dat kan zoals altijd naar... At F1 Spoiler Alert. Of naar... Johan Woets of naar gewoon Marjolein met een lange ei. Uh, vind ik leuk om ja. uh, daarop te reageren en daarover na te denken. En dan gaan we het uh, in de podcast bespreken. En natuurlijk willen we dan ook zo snel mogelijk weer na de reguliere race reviews hebben. Maar ik zal dan zorgen dat ik dit keer de pool iets sneller online zet. Ja, dat is schrik. Ik gewoon je pas een dag later. Ja, en toen dachten <laughs> mensen dat ze de podcast zaten te beoordelen. In plaats goed. van de race. Dus toen kregen ook we goed. hele hoge stemmen. Maar dat was voor de, de ah, podcast niet voor niet, de race. Dat vind ik ook niet erg. vind ik ook niet Nee, erg. dat was wel heel lief. Uh, ja, dat uh, ziens. Oh ja, wat ik nog uh, wou zeggen is... Wat zijn jouw voorspellingen, Johan? Oh, was bijna <laughs> ja, was ik was er bijna gekomen. Ik heb wel een voorspelling bijna gedaan. Doe is helemaal een hem als Valtribot is uitvalt. Omdat hij wereldkampioen wil worden in Amerika, niet in Mexico. Dat is één, oké. Okay, ja. Wat is je tweede voorspelling? Doen we één voorspelling? Eén voorspelling. Nee, twee voorspellingen. Kom op. Ja, weet je voorspellingen. Uh, Albon, crasht eraf met... Oh, dit duurt veel te lang. Het <laughs> <laughs> duurt veel te lang. Dit is veel te wel overwogen. Nee, ik, euh, nee niet Albon. Ik denk dat uh, Charles Leclerc een uh, F-up gaat maken. deze. Ja? Ja, ja Charles Leclerc gaat uh, iets toms doen. Oh, goed zo. Die, dat moet nog een keer voor het eind van het seizoen. Want okay. Dat is natuurlijk dus, nog steeds een rookie. Dus 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 dus. Eén, één is, want het duurt veel te lang. Eén is inderdaad uh, 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 Hamilton parkeert als bot als uitvalt. Ja. If this, then ja, that scenario. Ja, Charles Leclerc die butst iemand van de baan. Charles en drie is... 3 uh, oh, is spanning, uh, Max Verstappen, die staat gewoon eindelijk weer op podium. Dat is een goede. Nou, kijk. Man, kijk. Ik sluit me daar in die zin bijna bij aan. 1 uh, uh, is: uh, Rob Campus heeft een gekke blouse aan. <laughs> ja, jezus. Zo kan ik ook punten pakken. Ik moet een puntje pakken in <laughs> oh, deze voorspelling. Ehm <laughs> Kijken of het gaat werken. Het is voor hetzelfde dat is je weer heel veel ah. plein. Um, het tweede puntje is: uh, Charles Leclerc tikt Sebastian Vettel eraf, Marlijn. Um, dat gaat mis tussen die twee. Oeh. En de laatste is: Max wint daardoor de race. Oeh, nice. Dus uh, dat gaat dan worden voor deze zondag. Nou, dan we... Zet je gaan klaar voor? We gaan zondag beginnen met de balansen uh, van onze voorspellingen. Goed? Nu al Janke met de petel. Ja, cool. Goed, we voor wel nu. balen van het gratis puntje voor campus, <laughs> wat jij sowieso gaat pakken. <laughs> wat dikke verspreidingen beter voorbereiden. Ja, dus. ja, ja, ja. Goed, wil je zelf je verspreidingen delen? Dat kan natuurlijk ook via Twitter. Um, en zo niet, dan kan het, uh, kan het via een brief. faxen <laughs> naar, naar Sebastian Vetzel. Kun je faxen? <laughs> ja. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van at F1 spoiler alert.